Levi begint ook te tranen in zijn ogen, ja, als je het over zijn kinderen, ja, hebt. Ja, tuurlijk. Want je offert wel wat op, hè? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, kijk, kinderen zijn jouw zwak punt, ja, in jouw leven. Zijn jouw rijkdom, maar ook jouw zwak punt. Kom. Ja, dankjewel. Welkom bij jou in Marbella. Ja. Welkom, jongens. Het gaat er heftig aan toe, hè, die trainingskamp. Ja, ja. We zijn, vandaag is de 5 dagen van de trainingskamp. We hadden al 4 dagen heel hard sessies. Heel zwaar training gehad. En vandaag is een soort, conditietraining, maar op rust manier. Dus je bent bezig voor 1 uur conditie, maar niet te heftig. Jij bent eigenlijk nooit tevreden. Dat was een instinkertje. Zeker. Jij bent als coach... Nee, ik ben altijd nooit tevreden. Ik vind altijd dat een vechter moet altijd boven de 100% halen. Omdat als je zegt, ik ben tevreden, dan zakt hij gelijk naar beneden. Ik kan af en toe een compliment geven, kan af en toe een klapje op zijn schouders gooien en zeggen, ja, je hebt het goed gedaan, maar altijd zeggen, ik ben nooit tevreden. Dat vind ik echt een tegeltje waard. Een goede coach is nooit tevreden. Is nooit tevreden. Het werk is nooit af. Nee, er is altijd werk. Er is altijd werk. Wat anders, man. Even in Spanje. Trainen, eten, slapen. Ze zeggen, don't take my kindness for weakness. Ja, precies, ja. Ik zeg, kan hij nooit boos worden? Mm-hmm. Hij zegt, ja, dat kan hij wel, maar de zelfbeheersing is heel hoog bij Levi. Ja, klopt deels inderdaad. Ik ben niet vaak boos. Mensen zien mij niet snel boos. Ja, ik weet niet, man. Vroeger, toen ik begon met kickboksen, was ik wel heel vaak heel boos. Ja? Ja, man. Dat heel was, onwerkelijk. Ja, tegenovergesteld. Ja. Ik denk dat een sport een beetje inderdaad, dat door de sport komt, dat het een beetje heeft, die houdt een soort van tegen. Weet je, in de sport kan je ei echt kwijt. En dat doe ik nu al jaren. En vroeger is het wel anders geweest, man. En, ik zie vaak de nut er niet echt van in, man, een boos. Kijk, weet je, ik probeer het nu wel voor me te gebruiken in de ring, weet je, want die agressie en die boosheid kan je ook helpen natuurlijk in de ring. Dus daarvoor zou het wel goed zijn, maar buiten de ring, ja, heeft me vroeger vooral tegengewerkt, snap je? Mooie les, ook voor de jeugd die opkomt. Ja, vind jij jezelf, vind jij dat je verplicht een rolmodel moet zijn? Ja, verplicht. Wil je het zijn? Ja. Voor mij is het wel heel belangrijk. Ja. Kijk, niet elke vechter hoeft dat verplicht te zijn, maar ik vind dat een van de misschien wel een van de belangrijkste dingen, ook omdat mijn passie daar ligt voor na het kickboksen, ook omdat ik zelf nu kids heb en ik werk met jongeren en ik zie hoe jongeren naar me kijken, vind ik dat gewoon heel belangrijk. Hè. Jamal, jouw coach, vindt het ook heel belangrijk. Hij zegt, zo gaan wij om bij Royal Gym Amsterdam. We moeten rolmodellen, we moeten uitstralen dat we geen verkeerde middelen gebruiken. Dat we gedisciplineerd zijn, loyaal zijn aan elkaar, et cetera. Ja, de mooie kant van de sport laat zien. Weet je. De sport heeft lange tijd een beetje een negatieve naam gehad. En nu begint het langzaam anders te worden. En ja, daar willen wij ook gewoon een beetje aan bijdragen. Kort, hoe ben jij tot de keuze gekomen van Uke Jurjendal? Ja, er wordt veel gevraagd, maar ik had van tevoren niet bedacht wie ik zou kiezen. Ja. Ik stond daar, Rico had al iemand gekozen en mijn gevoel zei Uke.
En ja, daar ga je met je gevoel mee, man. Ja. Dus ik heb niet een specifieke reden of zo. Hoe is jouw gevoel? Laat je gevoel je wel eens in de steek? Of, nee, ik geloof wel. Ja? Nee, ik geloof wel op mijn gevoel. Op jouw instinct. Ja. En alles staat sowieso al geschreven. Dus het is wat het is. Ja, Jamal zei het net ook. Hij zegt hij had geen specifieke tegenstander. Het is allemaal sterke jongens. Als je aan Levi vraagt waarom, dan zegt hij het was een gevoelskwestie. Ja. En dat is ook wel weer hoe jij bent gewoon. Ja. En dat ik zeg, al die jongens zijn sterk. Ja. Dus het maakt niet uit wie je kiest. Iedereen heeft goede punten, sterke punten. Iedereen heeft zwakke punten. En bij elke vecht ga je daar naar kijken, ga je daar op trainen. Dus ook bij Oekoe hetzelfde. De prins tegen de king. Ja, dat zou een mooi verhaal zijn. Toch? Ja. Daar hopen we op, man. Die dan winnen en dan nog de rematch gunnen aan Rico voor de echte belt. Precies, ja. Ik gun hem. Goed gezegd. Je kan heel streng zijn. Ik weet het. Je ogen zitten nu achter die mooie zonnebril. Ja. Maar ik wil niet laten zien, omdat mijn ogen zijn rood. Ja. Dan moet ik aan je dienst zeggen, vandaag mijn kleinkind ligt in het ziekenhuis. Oh, ze zijn niet zomaar rood. Ja. Dus, van binnen, ik ben heel verdrietig en veel pijn. En, omdat ik niet kon erbij zijn. Dus hij is nu aan het opereren. En dat doet veel voor mij, maar toch, mijn taak, ik kan niet leven alleen zijn, dus ik moet erbij zijn. Dus ik heb de keuze gemaakt, het is wat het is. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de knop. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.